mag ik je een tip geven? Want het is vandaag Wereld Alzheimerdag in de week van de dementie waarin wij samen bewegen. Ik ben Saskia Perl en het zijn mijn eigen dingen waarmee ik de mensen met dementie in mijn One Woman Show betrek, die jij ook kunt gebruiken. Ik geef je graag een tip over hoe ik contact met de bewoners maak. Als ik liedjes zing in mijn Theater Thuis Show, dan kom ik in een woonzorgcentrum of een verpleeghuis. Daar ben ik dan met mijn voorstelling, die heet Dans en Zingen Doe Je Zo. Als ik ga bewegen en dansen in mijn One Woman Show, dan draag ik natuurlijk een prachtige ballroom gown. Er is eens een mevrouw geweest die boos op mij was, omdat ik een ballroom gown aan had met blote armen. Bah, zei ze. En het was toch maar niks. Veel te bloot, die armen. Maar wat doe ik dan? Als een mevrouw uit het publiek boos op mij is geworden, dit is wat ik geloof. Als iemand boos is, ben ik ervoor dat ze de boosheid eruit mag gooien. Er is boosheid in haar en daar ben ik voor. Ik ben ervoor om dat op mij te mogen projecteren. Ze zei, een jurk met blote armen, bah. Ik ben er om die mevrouw even een ontlading te kunnen geven van de spanning die ze voelt. Wat heb jij aan deze tip als activiteitenbegeleider of artiest? Je trekt het je niet persoonlijk aan. Dus ik kan in dit geval nu zelf vertellen, ik treed ook wel eens ergens op waar ik niet gewaardeerd word door sommige mensen. En hoe los ik dat op? Nou, door mij niks van aan te trekken. Ik weet dat het ook helpt. En dat is dan mijn tip voor jou als activiteitenbegeleider of artiest op de Wereld Alzheimerdag. Fijne dag!